De Chinezen komen eraan. In Peking heeft China nu bijna twee keer zoveel goud gewonnen als de nummer 2, Amerika. Een kijkje in de geschiedenis leert ons dat zo'n Olympisch klassement meer betekent dan alleen goed kunnen sporten. Die Olympische Spelen zijn een belangrijk element in de toenemende macht van de Chinezen op het wereldtoneel, zowel op sportief, economisch als politiek terrein. 1936 zijn de eerste Spelen waarbij echt door een regime promotie gemaakt werd voor de eigen regering. En iedereen weet, dat waren de Spelen die in Berlijn gehouden werden ter ere van het nazi-regime. De Duitsers deden er alles aan om hun regime te promoten door een enorm aantal medailles te halen. En dat is hen ook gelukt. Ze haalden de meeste medailles. Vol goede moed verlieten ze het vaderland, op weg naar Australië, om daar deel te nemen aan de Olympische Spelen 1956. Het werd toen echt ook de Koude Oorlog spelen. Dus met een enorme strijd tussen aan de ene kant de Russen en aan de andere kant de Amerikanen. En dat zie je dan wel vaker, dat twee grootmachten, die beide de macht in de wereld willen grijpen, dat die allebei proberen de Olympische Spelen aan te grijpen om propaganda te maken voor hun eigen regime. Een andere grootheid is de Amerikaan Carl Lewis. Lewis schrijft in Atlanta geschiedenis door voor de vierde achtereenvolgende keer goud bij het verspringen te winnen. 96, dan zie je dat de Amerikanen het organiseren. Het waren killerspelen. Voor de Amerikanen telde dat niet zo, want zij lieten zien dat ze door een enorme medailleoogst de heersers eigenlijk in de wereld waren. Zij waren de grootmacht en brachten dat tot uitdrukking door een enorm aantal medailles te halen. De Chinezen hebben zich de laatste 15 jaar natuurlijk stormachtig ontwikkeld. Van een achterlijk land is het natuurlijk een heel modern land geworden met enorme architectuur. En nu willen ze dat die economische macht ook om gaan zetten in politieke macht. Nou, en de sport kan daar natuurlijk bij helpen. En het zou mij dus niet verbazen als ze het wapen van die grote medailleoogst ook in de strijd werpen om ook later politieke zeggenschap meer af te dwingen.